Hier is Wendy. We zijn aangekomen bij week 22, ronde 28. En ik heb een grote fout gemaakt. Ik was aan het afsluiten, want vanaf week 19 ongeveer dat is ongeveer hier was ik de patronen achter elkaar aan het opnemen, want die had ik niet meer opgenomen. En bij week 19 kwam ik erachter: Oh, patroon moet ik nog even opnemen, dus ik dacht: Ik ga gelijk achter elkaar door. En jullie zien dat ik hier een foutje heb gemaakt. Die klopt niet. Dus om het goed te doen, ga ik aan de onderkant van het patroon. Ga ik jullie de goede reeks geven. Zodat jullie de fout niet hoeven te maken. In mijn deken is het goed gegaan hoor. Het was alleen op papier dat ik het hele patroon uh, moest aanpassen. Anders. En ik dacht: nee, ik ga het niet nog een keer helemaal opnieuw tekenen. Want jullie weten hoeveel werk dat is. Ik leg het gewoon aan de onderkant van de tekening uit. Dus daar gaan we week. 28, of uh, nee, week 22, ronde 28, gaat de A-zijde als volgt. Dus normaal gesproken schrijf je dat hier, hè. Dus nu gaan we hier de A-zijde. 2, 2, 2, 1, 5, 2, 2, 2, 1, 2. De B-zijde, normaal gesproken heb je natuurlijk hier de B-zijde, die zit nu aan deze kant en die is als volgt. 2, 1, 2, 2, 2, 5, 1. 2, 2, 2. Ik hoop dat het zo toch duidelijk is. Ik uh, heb dit ook laten zien dat je best een fout kan maken in je patroon. Uh, met tekenen. Het is heel belangrijk om goed te blijven kijken. Dat je de cijfertjes goed opschrijft. Dus degene die altijd met mij meekijken elke week. Weten ook dat alles gecontroleerd en nog een keer gecontroleerd is. En dat heb ik laten zien vandaag. Ik kom erachter dat het niet goed is. En heb het voor jullie weer opgelost. Dus heel veel haakplezier gewenst deze week. Nog een paar weekjes dan is onze deken klaar. Dus toi toi toi. Da!